Welkom bij deel 5 van Heft in eigen hand. Mijn gast vandaag is Jeroen Leemans. En wij praten onder andere over Speeltuin Bello, maar over nog veel meer dingen. Jeroen. Ah, welkom. Jij. Leuk huis heb je. Dankjewel. Stel jezelf voor. Ik ben Jeroen Leemans. Ik ben landschapsarchitect en geluidsman. Dus ik heb twee passies die ik allebei doe. En ik woon in Rotterdam, in de Graaf Verlorenstraat. Maar je bent Limburger. Ik ben Limburger, ja. Ja. Ja, ja. Gisteren heeft Gluckauf de beste film van het jaar gewonnen. Dus Limburg is helemaal weer in de lift. Ja, ja. Ja. Dus we zijn trots. Vond je al zo blijven nog een keer? Ja, precies. Het was mooie prijzen gekregen. En dat Bourgondische van Limburg, mis je dat hier? Of kom je dat hier ook nog wel ergens tegen? Nee, dat mis ik niet echt. Oh. Ik vind het Rotterdammers zijn redelijk relaxed ook. Je kunt goed een biertje drinken tegenwoordig. En ze zijn wat niet meer altijd aan het werk. Dus we genieten ook weer na het werk. Ja. Maar is er ook een soort Bourgondische plek waarvan je denkt, dat komt aardig in de buurt? Nee, dat heb ik hier nog steeds niet ontdekt. Niet gevonden? Nee. Niet, nou, dan moet je er zijn ook weinig, dat is natuurlijk als Limburger, als Maastrichtenaar, en je bent het Vrijthof gewend. Ja, dan is Rotterdam met terrasjes, met het Westerpaviljoen en je hebt er nog een paar plekken, dan is het toch wel heel erg karig. Dus ja. Maar goed, we moeten het niet vergelijken. Dit is, prima. Nee, dat moet je gewoon niet willen. Nee. Hoe belandde je in Rotterdam? Dat is eigenlijk heel simpel. Ik studeerde in Boskoop en mijn vrouw die studeerde in Delft. En het leek ons wel handig. Mijn ouders woonden hier net. En om halverwege eigenlijk de treinreis halverwege uit te komen. Dus toen is het Rotterdam geworden. En dat was verder geen hele ingewikkelde keuze. Dus, dat was in 1993? Ja, 1993. Ja. Ja. En jouw vader woonde toen hier in de Graaf Verlorenstraat? Ja, op beneden. Dit huis, dit woonden ze beneden. Ja, met z'n tweeën. Ja. En hij werkte onder andere bij de DCMR? Ja, hij is begonnen bij, toen was het nog dienstmilieu denk ik in eerste instantie. En daarna is het DCMR geworden. Die zaten toch in Schiedam bij het station? In eerste instantie heeft de hele dienst op de Marconiplein gezeten. Van die drie hoge van de torens. En daarna is het inderdaad verhuisd naar een meer zelfstandige plek. Ja. Oké. Nou, je vertelde, je had dus een architectenbureau. Maar wanneer ben jij begonnen met zelforganisatie? Ik heb een stedenbouwkundig bureau. Dat is iets heel anders. Ja, dat is iets. Dat is iets totaal anders. En zelforganisatie... ik denk dat het ongeveer toch wel 2003 is. Nu ik er met jou net even over gesproken heb, dat we werden betrokken bij een plannetje van Idersland. En dat was de ontwikkeling van Zestienhoven, het gebied Zestienhoven, waarbij we met tuinverenigingen en mensen eigenlijk zelf het heft in eigen hand hebben genomen en de vijand hebben omarmd. En eigenlijk een heel interessant plan hebben gemaakt. En eigenlijk is jullie deskundigheid dat je van een idee een maakbaar plan maakt. Hè? Daar zijn jullie goed in. Ja, dat, bij veel initiatieven is dat natuurlijk... Iedereen heeft hele goede ideeën, maar de kracht van stedenbouw is denk ik zit erin van hoe maak je van een idee een haalbaar plan. Ja. En dat is best wel ingewikkeld. En wij hebben natuurlijk een heel groot netwerk wat daarin mensen kan helpen om echt ook een echt maakbaar plan te maken uiteindelijk. Ja. Maar om zo'n plan te maken, wat voor vaardigheden zijn daarvoor nodig? Dat je moet kunnen praten, de taal moet begrijpen van de gemeente, van de overheid. Want die praten anders, zeg maar. Die hebben een ander soort vakjargon. Die hebben ook een ander soort tijdritme, zeg maar, waar je doorheen moet. Je moet verstand hebben van bouwen. Je moet verstand hebben van economische haalbaarheid van een plan. Het zijn allemaal bedrijfjes die soms worden opgericht. Wat is je verdienmodelletje erin? Het gaat niet alleen maar om geld, maar het is toch wel handig als het er is. Al was het maar om gewoon een aantal dingen voor elkaar te krijgen. Eigenlijk moet je de cultuur van de bureaucratie snappen. Deels. Ja. 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 En die bureaucratie overigens is ook goed dat die er is voor een bepaald deel. Het is fijn dat er stroom komt uit het stopcontact en geen water. Goed, je had het over dat eerste plan bij Zestienhoven. Is daar veel van terechtgekomen? Van ons? We hebben uiteindelijk heeft de gemeente min of meer zijn eigen koers wel gevaren. Maar we hebben wel heel veel agendapunten kunnen inbrengen. Omdat we uiteindelijk heel positief en constructief, denk ik, toch hebben meegewerkt. Enigszins ook met de kont tegen de krip. En we waren ook wel een soort luizende pels. Maar destijds Marco Passers heeft ook wel goed geluisterd. En toch veel van onze dingen overgenomen in het uiteindelijke plan. En dat is dan toch wel weer heel positief.
En toen ben je een aantal jaren later begonnen met een hondenspeeltuin in Hoogvliet. Ja, dat kwam omdat we zeiden van ja, we willen graag mensen helpen om haalbare plannen te maken. Toen kwam er iemand naar ons toe, naar ons bureau toe. Die zei, ja, ik heb een idee, ik loop al heel lang met een idee rond voor een hondenspeeltuin. En toen dacht ik van, ja, oké, dat is leuk. En wat nog meer leuk daaraan is, dat ik dacht van, nou, weet je, dan is het ook goed. Ik ga dit plan omarmen, want dan ga ik een keer aan de andere kant van de tafel zitten. Dus ik word mede-initiatiefnemer in dit plan. Ja. En dan voel ik ook waar initiatiefnemers allemaal tegenaan lopen. En wat er allemaal gebeurt om me heen. En nou, daar hebben we aan gewerkt in eerste instantie. En toen zijn we hebben meegedaan het tweede stadsinitiatief. En daar zijn we niet ver in gekomen. Ja, dat was een soort competitie voor leuke plannen en daar kon je dan geld voor krijgen als je won. Als je won en de gemeente had zoiets van, ja, hondenspeeltuin, nou, er is vast geen draagvlak voor. Nou, toen hadden wij zoiets van, ja, oké. Dus we zijn eruit gegooid. En toen hadden we zoiets van, ja, maar luister eens, we hadden toch gewoon een goed plan met elkaar. Ja. We geloven hier toch in. Zullen we het gewoon gaan doen? En toen hebben we een keer een avondje stevig doorgezakt met z'n allen, want we vergaderden altijd gewoon in een café of met wijn op tafel. Dus op z'n Bourgondisch, zullen we zeggen. Ja. Eén iemand bleef nuchter en maakte het verslag en de ander die zakte lekker door. Dus het was altijd een hoop lol. En toen zijn we begonnen en toen hebben we gelukkig twee ambtenaren gevonden die in ons geloofden, in Hoogvliet. En dat die waren wijkambtenaren? Dat waren wijkambtenaren, die werkten toen ook bij de deelgemeente was het. En die zeiden van, dat lijkt ons een goed plan. En de wijk was Boomgaardshoek? En de wijk was Boomgaardshoek, ja, in Hoogvliet. Ja. En die hebben ons een plek gegeven. Die zeiden, nou ga maar 2 maanden, ga maar doen wat jullie denken, hoe dat eruit moet zien. En we zijn het natuurlijk een beetje, want we wisten helemaal niet wat een hondenspeeltuin was. Het was helemaal nieuw in Nederland, het was er nog geen. We zaten in Boomgaardshoek waar al 25 jaar niks gebeurd was. En vervolgens daalden wij daar neer. Ja, en het was komkommertijd in Medialand. Dus we hebben, ik denk toen, 6.000 of 7.000 honden in 2 maanden tijd ontvangen. Dus dat betekent 15.000 mensen op bezoek gehad. Zo. Dat lijkt me eigenlijk best een goed verdienmodel. Ja, dat zou je in eerste instantie wel zeggen. Alleen, we hebben 3 experimenten, hadden we ons voorgenomen om uit te gaan voeren. En het eerste experiment op het verdienmodel was dat we dachten van, nou, misschien moeten we donatie gebaseerd doen. Oké. Okay. En donatie gebaseerd is een heel slecht verdienmodel. Ja. Want mensen kopen het af met 1 keer betalen en vervolgens komen ze elke dag, meerdere keren komen ze langs, weet je. Dat soort dingen hebben we wel geleerd ook. Dus toen kwam er gewoon een ordinaire toegangsprijs? Toen hebben we een ordinaire toegangsprijs en die hebben we nog steeds. Ja. Dat werkt prima. Ja. Ja, plus dat je bijvoorbeeld ook koffie en thee kan verkopen als je wil. Ja, alleen wij zijn er voor de hondjes en om er echt een café van te maken of een kantine of wat dan ook, dat vinden we dus ook weer veel te ver gaan. Dus je kunt bij ons wel wat koffie krijgen, ja, maar dan houdt het ook weer meteen op. Dus ook het verdienen op de horeca hebben wij niet als uitgangspunt genomen in het plan zitten. Nee. Van dat daar nou een heel groot, het helpt een beetje, maar ja, aan de andere kant ook weer nauwelijks. Dus, heb jij zelf iets met honden? Kan je vroeger wel. Kan je blaffen? Ik kan heel goed denk ik, luisteren. Ik ben vrij trouw. Dus dat heb ik wel gelijk met honden, denk ik. Verder niks, want we hebben geen hond. Nee. En ik merk wel dat het, als je buiten bent, dat het in de stad steeds moeilijker wordt voor een hond om zijn natuurlijke gedrag, zeg maar, enigszins de vrije loop te laten. Ja. Want ze moeten overal aangelijnd zijn. Maar opruimen van poep vind ik eigenlijk dat veel te weinig nog gebeurt. Dat vind ik een schande dat het baasjes dat laten liggen. Dus dat heb ik wel met honden. Ik dacht van, dit is een uitlaatklep, ook voor honden, voor hun gedrag, ontmoeting voor de beesten, om weer vrij te kunnen zijn. Ja. En jullie zijn van Hoogvliet naar de Gordelweg gegaan, hè? Ja, dat was dus de tweede pilot eigenlijk. Vandaar dat we verhuisd zijn naar andere plekken. Ja. Omdat we eigenlijk het hele verhaal moesten leren. Dus we hadden iets van, nou, we willen eerst weten of dat we dit kunnen doen. Dus tweede plek werd Gordelweg. Maar was Hoogvliet dan niet vol te houden? Want je zegt, er waren paar duizenden hondjes. Nou, de plek waarop we zaten, ook dat hebben we geleerd. We zaten 30 meter of misschien nog wel 20 meter van de achtertuinen van mensen die daar dicht woonden. Bij de bebouwde kom. Ja, ja. Ja, en dat betekende, ik vertelde net al, 8:00 's ochtends gingen we open, 8:00 's avonds gingen we dicht. En waar hadden ze nou eigenlijk het meeste last van? Nee, niet van blaffen, dat viel eigenlijk nog wel mee. Maar met name van het geklets van mensen. Okay. Want je kon net niet horen wat ze zeiden. Ja. En ze staan wel een feestje te vieren bij jou, bijna in je achtertuin. Ja, dat en is, dat was heel frustrerend. Herkenbare bron als je niet weet waar het geluid vandaan komt. En waar het geluid is. Ja, en waar het over gaat. Ja. Dat je de gesprekken net niet kan volgen. Ja. En
Ja, en dan komt bij, zeg maar, het geblaf af en toe. En dat beschreven ze wel ook heel erg mooi, vond ik. Van wat is dat nou, hè, dat geblaf? Want kijk, een trein maakt ook geluid, maar die hoor je van ver aankomen. Dat geluid bouwt zich op en dat valt weer weg. Maar een hond is er plotseling, net zoals vuurwerk. Dus daar hebben ze zelf ook het meeste last van. Ja. Maar hun taal is ook altijd dat het heel erg plotseling... Dus je schrikt altijd, want je kunt je niet op voorbereiden. Dus, nou, jij bent geluidsexpert, dus dat interesseert jou. Ja, hoe dat werkt. Ja, en ik kan me dus ook heel goed voorstellen, want het zijn explosies ook in mijn oor, snap je? Dat zijn, ik heb gevoelige oortjes, ik word ook af en toe helemaal tureluurs als ik daar te lang op die speeltuin ben, toch de aanwezigheid, zeg maar, van geluid. Ja. 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 Oké, en toen zij ook andere dingen gaan doen, hè? Vogelhuisjes, schaatsbaantje, vertel daar eens wat van. Ja, dat was iemand van, een meisje van net afgestudeerd, industrieel ontwerpen, in Delft. En die kwam met een soort idee. Zij noemde het een straathoek, maar het ziet er een beetje uit als een soort vogelhuisje waar een deurtje in zit. Het is van glas. En dan kunnen mensen in de straat kunnen daar iets inleggen. Een gedicht. Of ik heb 10 komkommers over die ik gekweekt heb in de tuin. Dus het is een soort ruilkastje. Wat een soort interactie, zeg maar, in de wijk. Dus dat hebben we, die hebben we geholpen, zeg maar, om dat op wat hoger plan te brengen. Ik heb zelf vrij veel scholen ontworpen. En daarin was het altijd dat ik dacht van ja, kijk, er zit dan zo'n soort kis- en rijtpleintje zit er dan op. Als ik dan nou een asfalt maak met 2 afsluitbare kolkjes, dan kan ik dat in de winter onder water zetten en dan kunnen kinderen schaatsen. Dus dat leuk soort idee, dingen die dan ook voor de wijk, zeg maar, een betekenis hebben, want dat schaatsbaantje was er s'avonds, naast dat het school op slot ging, vroeg het nog steeds, dus konden mensen nog steeds gaan. Dus dan kreeg dat kis- en rijtdingetje nog een soort betekenis, wat normaal altijd lastig is in een wijk, want dan komen heel veel auto's 's ochtends en heel veel gemopper, werd dat pleintje ook iets van, ja, maar in de winter kunnen we de schaatsen. Ja. Dus het is ook goed. Je koppelt er een leuk component aan vast. Ja. Maar je zei in een voorgesprek dat jullie te vroeg waren met veel ideeën. Het past nu meer bij de tijdgeest. Ja, we waren heel vroeg met crowdfunding eigenlijk. En daar is het eigenlijk een beetje op misgegaan. Dat toen Nederland nog steeds niet zover is. Het is nog steeds heel moeilijk om, denk ik, om ruimtelijke plannen met crowdfunding voor elkaar te krijgen. Dan moet je even uitleggen wat crowdfunding precies inhoudt voor crowdfunding de gemiddelde kijker. Ja, crowdfunding is dat je met elkaar zegt, iedereen betaalt een heel klein beetje geld voor een bepaald idee. Dat ze denken, hey, dat is een top idee. En dat doe je vaak via internet. Hè? Dat gaat via internet, dat gaat met pennen, dat gaat met films, dat gaat met boeken, dat gaat met kunst. Wij deden dat voor plannen in de openbare ruimte. Ja. Alleen, kijk, een plan in de openbare ruimte, het kost toch al snel 30.000 euro, bij wijze van spreken. En wat is het belang van iemand in Groningen om dat plan te steunen? Ja. Nul. Nee. Dus het moet vanuit de wijk komen en dan zijn het toch grote bedragen om bij elkaar te krijgen. Dus dat, we hebben dat niet, het is niet echt gelukt. En na 3 jaar was het nog steeds een beetje aan het... En toen dacht ik van, nou moeten we het stoplicht op rood zetten, want... Maar zeg je daarmee eigenlijk dat crowdfunding werkt als het om relatief kleine bedragen gaat? Nee, want crowdfunding kan om hele grote bedragen gaan. Het moet wel tastbare dingen vaak zijn. Het is of een pen, en dan koop je dus die pen. Ja. En dat vinden mensen leuk om een of andere gadget te kopen. Souvenir. Ja, en het wordt al moeilijker bijvoorbeeld bij films. Of weet je, je merkt dat dat steeds moeilijker wordt. Naarmate het product, zeg maar, niet bij iemand thuis in huis kan liggen. Ja. Oké, we gaan nu even over Middelland praten en dat gebruiken we als een soort case, als een voorbeeld. Hè? Wat zou een goed idee voor Middelland zijn als we het hebben over zelforganisatie? Ik denk, dat is best wel lastig, vind ik, om daar 1, 2, 3 uit wat goed werkt. Daar heb je ook onderzoek voor nodig. Dus daar moet je als Middellandman 100 dagen jezelf onderdompelen in zo'n wijk. En dan vervolgens krijg je te horen wat hier goed gaat werken en wat hier niet gaat werken. Iets importeren wat in een andere wijk goed werkt en dat hier naartoe halen, als vanzelfsprekendheid dat het hier ook zo goed zou werken, dat is onzin. Oké, nou ik speel van Middelland. Daarom, en dat ga jij uitvinden. Ik speel van Middellandman en volgende week ga ik daar wat over vertellen. Oké, prima. Op voorhand denk ik wat vaak, zeg maar, als start goed kan werken, zijn dingen met voedsel, met eten. En dan vooral eten waar geen vlees bij zit. Ja. Want dat maakt dat alle culturen, dus vegetarisch koken, maakt dat alle culturen mee kunnen doen aan zo'n feestje. Dus dat zou denk ik goed werken. En kennis. Oké. En is het een idee om goede initiatieven die we eerder hebben laten zien in deze serie, om die over te hevelen naar Middelland? Dus ik noem voorbeeld van de Zuiderling, hè, die ruilmunt. Blijstroom hebben we gezien. Bello zou je ook in Middelland kunnen doen. Is dat een goed idee? Op voorhand weet ik dat dus niet.
Maar ik denk dat het, kijk, het feit dat je, als je tijd over hebt, dat kan ruilen met andere mensen die ook wat tijd over hebben. Hier zitten ook heel veel ZZP'ers in deze buurt. Dus ik denk dat dat best wel succes kan zijn om bijvoorbeeld de Zuiderling of de Westerling of de Noorderling, of hoe je het dan ook gaat noemen, hier te introduceren. Dus dat het best wel kans van slagen heeft. Ik denk alleen dat het heel moeilijk is, ook voor initiatiefnemers, om zo'n uitbreiding zeg maar zomaar te doen. Want dat vraagt heel veel tijd investering voor hun om een tweede filiaal zeg maar te openen. Wij hebben het zelf ook meegemaakt, een tweede filiaal Bello openen. Ja, dat is natuurlijk toch wel heel erg moeilijk, zijn wij ook achtergekomen. Dus omdat het heel veel tijd kost en vaak buurtinitiatieven of dit soort sociale initiatieven gebeuren voor een heel groot deel nog uit liefdewerk voor een wijk. Dus ja, zie het maar eens voor elkaar. Bij iedereen moet schoorsteen roken. Ja. Zo simpel is het ook. Ja, dus je hebt niet gelijk zo'n soort cultuur van mensen en vrijwilligers die daaraan mee willen doen. Het is geen toeval dat dat bijvoorbeeld in Hoogvliet in het begin goed ging. Ja. Maar dat is niet per definitie in elke wijk zomaar even te regelen. Nee. En bij elke wijk zal het ook weer anders gaan. Moet je het misschien ook net aanpassen, je model. Ja. En wat wij hebben uitgevonden is dat we niet zozeer zeg maar overal bello's willen maken. Maar wel graag mensen willen helpen met onze kennis. Om te zeggen van maak zelf een bello. Ja. Of dat hoeft niet eens bello te heten. Maar maak zelf een hondenspeeltuin. Maar doe het op jullie eigen manier, die passend is bij jullie wijk, bij jullie samenstelling, bij jullie frequentie wat je wil. En wij kunnen jullie helpen met kennis. Dus of letterlijk het exportproduct moet zijn van een Zuiderling of van elk initiatief, maakt niet uit, van Blijstroom, om dat zeg maar te exporteren naar een ander gebied als een franchise dingetje, zeg maar. Ik denk, nou, dat hoeft helemaal niet. Nee. Tenminste, wat ons betreft, qua bello, helpen we veel liever mensen om het op te zetten. Want daar kun je tegenaan lopen, we willen ze steunen. We willen ze ook steunen met ingangen naar de overheid toe. Want wij hebben daar nu goede contacten. Dus ja, en dat kost ons veel minder energie. Het helpt de anderen uiteindelijk toch om hun eigen initiatief op te zetten. Ja. En heb je een nieuwe hondenspeeltuin. Ja. Goed, laten we eens kijken naar Middelland. Jij woont in Middelland, hè? Ja. En jij bent bewoner hier. Hoe zou jij willen dat Middelland wordt aangestuurd, zeg maar? Hè, dus... We hadden in het verleden een deelgemeente en nu is er een gebiedscommissie gekomen. Ja. Ja, hoe denk jij als burger over democratie in jouw wijk? Nou, ik wil je wel helpen. Want ik bedoel, je hebt natuurlijk de klassieke, daar begon ik te praten over de deelgemeente. Dat was toch nog een beetje van boven naar beneden. Hè? Een soort stadhuis in de wijk, een filiaal van het stadhuis. Maar je kan ook veel extremer denken dat je van onderaf als burger iets wil bedenken en in gang zetten. Ja, ik denk dat die gebiedscommissies nog niet eens zo slecht zijn, zeg maar, op dit moment. Dat zij toch een vrij snelle relatie hebben met de mensen die hier wonen. Dat ze goed op de hoogte zijn van wat er speelt. Ik vind het heel jammer dat... Ik denk dat het daar meer in zit dat ik denk van, al die... Die ambtelijke kennis die weg is uit deze gebieden. Dat is eigenlijk veel erger voor initiatiefnemers. Dat zij weer opnieuw moeten gaan praten met een anoniem iemand in de Rotterdam. Ja. Dat systeem, dat is wel, vind ik wel jammer dat dat voor een groot deel Maar er zijn nog wel gebiedsambtenaren hier hoor. Ja, die zijn er zeker. Dus die kan iedereen weer vinden. Maar je hebt meer nodig als gebiedsambtenaren. Snap je? Een gebiedsambtenaar is misschien een loods die je kan verder helpen. Ook zeg maar de bureaucratie weer in. Ja. En het is wel ingewikkeld, want kijk, Middelland is natuurlijk niet zo groot. Middelland is geen deelgemeente, hè, of in de traditionele zin. Onderdeel van Delfshaven, er wonen ongeveer 12.000 mensen. Ja, dus dat is een redelijk dorp, zullen we zeggen. Ja. Ja, dus een dorpsraad, zeg maar, zou natuurlijk heel, denk ik, wat je in Friesland hebt of in Drenthe hebt, zou wellicht heel goed ook... zeg maar een soort democratisch systeem zijn om dingen voor elkaar te krijgen. Alleen, wij koppelen daar nooit wat aan vast. Want een dorpsraad in Drenthe heeft ook daadwerkelijk een invloed- en machtspositie ten opzichte van... Nee, dus in jouw geval moet je naar een ander model. Je zegt eigenlijk twee dingen. Blijf nog wel goed samenwerken met de gemeente, want die ambtenaren heb je nodig. Ja, we hebben elkaar nodig. Ja. Ja, maar doe wat met de democratie via de dorpsraad. Ja, maar geeft die dorpsraad ook een positie? Geeft die ook een machtspositie dat ze wat kunnen? Want anders dan blijft het, dan roepen ze wat en dan zeggen ze op een andere plek, nou gaan we even niet zo doen. Ja, want nu is dat zo dat de gemeenteraad beslist over de plannen in Middelland.
Maar je zegt dat daar zou een dorpsraad een grotere C in moeten hebben. Ja, dat vind ik wel. Ja. En niet misschien een grotere, maar gewoon misschien ook maar moeten doen. Ja. Waarom niet? Waarom zou je dat niet durven loslaten dan? Als je dat dan ook echt wil, ga dan niet ergens tussenin zitten, want dan werkt het niet. Ja. Je hebt ook nog een leuk idee. En nog als aanvulling daarop, wat je net zei, ja, wij zijn, maken onderdeel uit van Delfshaven. In Delfshaven wonen misschien wel 80.000 mensen. Ja, dat is even groot. Net zoveel als in Gouda. Ja, of ja. Bijna. Je hebt deelgemeenten, even groot, Eindhoven. Ja. Dat is gek, dat die worden aangestuurd op één centraal plek. Ja, oké. Okay. Je hebt nog een leuk idee voor een hotel hier dat nu dicht is en daar wil je iets misschien met vluchtelingen ja, doen. Dat was een plan wat... Kijk, de ideeën ontstaan op straat, sorry. Ja. Ideeën die ontstaan op straat. En we waren op straat met een paar mensen aan het praten van, goh, ja, dat hotel staat leeg. En ja. Toen kwam dat is hier om de hoek? Dat is hier om de hoek, daar staat een heel leeg hotel. Ja. En toen dachten wij van, wat werkt er hier nu bijvoorbeeld in Middelland? Dat is dat hier heel veel kennis zit. En dat hotel en het vluchtelingen Syriërs. Toen dachten we, kunnen we nou niet vragen aan Syriërs die hier in dat hotel? Laten we dat hotel gewoon gaan kraken, want als we dat allemaal weer moeten gaan regelen, het ding staat leeg, we kraken het gewoon. Dus het was een opstandig plan, hè? We stonden op straat, dus daar kan alles. Hè? En waren we wat aan het drinken ook? Nee, dat was nog gewoon, we waren helemaal nuchter, het was 's ochtends vroeg. mensen gingen net naar hun werk, dus we plukten hier iedereen van straat erbij, zeg maar, van hé, jij bent toch werkt bij de Rabobank, kom er eens even bij, want we hebben wat geld nodig, weet je wel. Ja. Dus zo ontstond het plan. En het idee was dus van, we vragen aan Syriërs om, we kraken dat hotel, we richten het in als tijdelijke verblijfsplek. Ja. En we gaan samen met die Syriërs, want dat was eigenlijk de grap, we gaan koppelen onze kennis die hier zit, van stedenbouw, van architectuur, van economie, van alles en nog wat, van tv, maakt niet uit, om hun eigen land weer opnieuw op te bouwen. Ja. En we gaan, net zoals vlak na het bombardement van Rotterdam, is er eigenlijk een club ontstaan die meteen is gaan nadenken, hoe moet Rotterdam er na het bombardement uit gaan zien? Hoe moet Syrië eruit gaan zien nadat... Een soort wederopbouwclub. Een wederopbouwclub. Ja. En we gaan hun helpen. Er zijn heel veel mensen die in de straat of in de buurt wonen die ook nog lesgeven bij onderwijs. Dus we hadden zoiets van, nou, dat is ook mooi, want dan kunnen we studenten dingen bijkopen. Nou, zo is het idee geboren. Ja. En zoals het dan vaak gaat met ideeën, wordt het dan een beetje stil. Ja. Dus maar dan wij kunnen die stilte weer verbreken. Het blijft een goed idee. Het blijft een goed idee en... ja, ik denk dat het als tegenhanger voor al dat krampachtige over van, oh wat eng dat er al deze mensen naartoe komen. Deze mensen willen niet liever als een beetje een warme schouder over hun schouders, een warme arm over hun schouders. Ja. En willen ook graag weer terug en weer werken dadelijk aan hun land, wat nu zo ontzettend wordt toegetakeld. Dus ik denk, en waarom kunnen we hun niet helpen? Dat is toch helemaal gaaf. Prima, bedankt. Oké. Volgende week, dan hebben we het slot van deze serie. En dan gaan we kijken hoe zelforganisatie, hoe je die kan toepassen op een buurt. En dan is er een interview met de Middellandman. En dat ben ik. Tot volgende week. Ja.